Ik ben mijn eigen video aan het kijken. Oké, hij gaat nou naar 2 toe. Maar hij is 2 keer achter elkaar, doet hij op 2. En plop, ging hij terug naar 1. 2 keer, hij springt net springt hij op 2. Ik weet niet of het op beeld staat dat hij naar die 2 toesprong. Kijk! Terug naar 1. Nee, ze zijn niet aan het rommelen met mijn kijkcijfers hoor. Doen ze niet. Even kijken of hij... want ik luister echt pas 7 minuten. Normaal gesproken luister ik... die video eerst nog een keertje terug voor ik hem online plaats. Maar nu heb ik hem gewoon online gegooid. Ik dacht, whatever. Maar toen dacht ik, ik moet hem toch even kijken. Zoveel gaat op automatische piloot. Kijk, springt hij weer naar 2. Kijk of hij nog een keer terug doet. Hè? Want het ging gewoon met dat hij naar de 8e minuut sprong. Ging hij ook naar 2. Dus kijk of hij zometeen als hij naar de 9 springt ook terug naar 1 gaat. Ik heb sowieso al dat deze... sinds ik ben begonnen met YouTube video's maken. En zoals ik al zei, ik luister hem ik luister hem terug voor ik hem upload. Of zo is nu, daarna. Maar is alles wel, is eigenlijk een heleboel. Dat ik maar door en door ben blijven gaan. Is wel een heleboel gewoon... ook al allemaal voorbij gegaan of zo, hoe moet je dat zeggen? Ja, er is een heleboel aan me voorbij gegaan, bij wijze van spreken. Ja, wacht even. Ik wil even wachten tot de 11e minuut. Als het goed is, staat het nou 2 keer erop dat hij terug naar de 1. Kijk, weer terug naar de 1. Is toch niet goed? Nee, ik heb al een paar video's dat zo achteraf en de cijfers weer veranderd worden. Kijk, springt hij weer naar 2. Het is echt ongelofelijk. De Matrix, maar ook gewoon technologie wat gebruikt wordt. Ik weet ook, de rechter die hier al dingen mee te maken heeft, is een vrouwelijke rechter. Oké, 3. Ik dacht eerder dat ik had een soort van droomreis, dat ik dacht van, heb ik nou gedroomd over die keer... Ja, dat ik in de rechtbank opgepakt was met wiet verkopen. In de droom dacht ik ook dat die vrouw was. Maar dat ik wakker werd en onder de douche stond, dacht ik, dat was helemaal niet die vrouw. En het is lastig hoor, want het is bijna 14, 15 jaar geleden dat ik daar in die rechtbank was. Nog kijken of je nog 1 keer terugspringt. Het is echt... zoveel machtsmisbruik. Allemaal illusies die gevormd worden en niet alleen mensen met oogkleppen oplopen, maar geblinddoekt door het leven lijkt wel. Expres gewoon ook. Want ze horen ergens bij. Ze hebben nou eenmaal fouten gemaakt. Of ze horen bij een of andere cult of zo. Kunnen ook gewoon niet hun verantwoordelijkheid nemen, maar ze hebben wel een hele leven gesloopt. Het is niet alleen
parental alienation. Het is gewoon family alienation. Het is friendship alienation. Het is neighborhood alienation. Het is internet alienation. Gewoon mij zo weggehaald bij de hele community. Kijk, het gaat gewoon weer helemaal terug naar één. Het is toch verschrikkelijk. En dat gebeurt gewoon recht voor mijn ogen. En het, ik zag het al twee keer. Ik denk, nou moet die camera, die moet erop ook. Oké, ik spring er één keer terug naar 2-3. Ook gewoon espresso. Want uiteindelijk lijkt het wel alsof ze bepalen ook wie wel en niet mijn video's mag zien. Hup, weer terug naar 1. Nou. Tegelijkertijd vind ik het ook gewoon mooi, hè? Want bij wie gebeurt dit nou? Het is net als... Ja, mensen willen mij zijn, maar... een heleboel mensen kunnen haten. Maar al die haters, niemand wil hun zijn, hè? De spelletjes die bij mij gebeuren... die zijn niet bij andere mensen aan het gebeuren. Dat zegt voor mij genoeg. Je ziet alleen... Ja, omdat ze smerigheid moeten verstoppen. Het is gewoon de waarheid die doet ze pijn. Wat is het? 3-4 keer terug naar de 1? Oh kijk, dan gaat hij weer 1-2-3. Het is toch wat. En anderen die willen dan doen alsof mijn ervaringen hun experience zijn. Willen echt gewoon mijn reality, die willen ze als de hunne inkleuren. En iedereen die toch wel een beetje meekijkt, zelfonderzoek, een beetje analyseert, die zou het allemaal moeten zien. Zeker nadat ik het aankaart, kunnen ze vanaf mijn kijken of ze de dingen ook aan het herkennen zijn, tot patronen aan toe, tot gekopieerd aan toe. Hup, weer terug naar 1, maar sowieso de mensen die mij kennen... die zien ook wel wat voor verwaarlozing er bezig is. Dat daardoor misbruik maar door kan blijven gaan. En dan kunnen ze wel overal liegen en allemaal dingen verdraaien. Maar kijk hoe lang het al bezig is. En omdat ik ben geen stil water. Ik ben een hele rivier. Ik ben de hele matvloed. Ik ben gewoon... die Shiva, ik maak alles kapot. Maar hun hebben ook gewoon alles voor mij kapot gemaakt. Hè? En als niemand voor jou opkomt, dan moet je toch echt voor jezelf opkomen. Als er zoveel corruptie is. Dat al die agenten die hier aan de deur geweest zijn. Dan heb ik gewoon zoveel informatie met wat er allemaal speelt. En alles ook gewoon online geplaatst. Die moeten na een tijdje toch echt wel ingaan zien zijn. Wat voor illusies. Wat er allemaal aan machtsmisbruik is. En gewoon weer, verwaarlozing, misbruik. Dus die moeten na een tijdje toch gewoon aan het werk gaan. Het is echt, mensen zijn op zo'n korte termijn iets bezig. Zo snel iets aan het vieren. En een heleboel dingen gaat gewoon om mijn kinderjaren. Dus mensen dachten al dat ze overal mee weggekomen waren. En ze kunnen ook niet inkleuren, poging tot moord. Ja, ze begrijpen wel het placebo-effectje om beter te worden, maar niet het placebo-effect om iemand ziek te maken. Je kan echt met mentaal, psychisch, emotionele spelletjes, kan echt iemand slopen. Het verwaarlozen, het ongeloof van mensen. Maar ook gewoon, weer terug naar 1. Maar alle samenwerkingen die zo bezig zijn geweest. Alle daders en alle meelopers. Die zien allemaal dat familie het zogenaamd niet ziet. Dat politie het zogenaamd niet ziet. Dus daarmee... God mag me wel gebruiken hoor, om alles aan te kaarten. De smerigheid aan te kaarten. Maar ze moeten dan toch wel bij
zo YouTube-achtige dingen in kunnen komen om te rommelen. Om zo met weergaves te spelen. Maar technologie is zo ver. Ze duwen alles in hokjes. Maar gaan we niet te lang maken. Is toch wel duidelijk?